Welkom bij deze introductie over de digitale brievenbus. In vier minuten leggen we uit wat de digitale brievenbus is en welke voordelen het biedt voor hogescholen en voor auteurs van afstudeeropdrachten en publicaties. De digitale brievenbus is het centrale punt waar een student zelf de afstudeeropdracht eenvoudig kan inleveren bij de hogeschool. Daarna is de afstudeeropdracht makkelijk te vinden in de HBO Kennisbank. De HBO-kennisbank is de portal die toegang biedt tot kennisproducten van hogescholen. Denk aan afstudeerscripties van studenten en publicaties van lectoren. Wat zijn de voordelen van de digitale brievenbus? Er is één herkenbare online brievenbus waar afstudeeropdrachten kunnen worden aangeleverd aan de hogeschool en de HBO-kennisbank. Een student hoeft niet uit te zoeken bij wie hij moet zijn om bijvoorbeeld de eigen scriptie zichtbaar te krijgen in de HBO-kennisbank. De digitale brievenbus helpt daarbij. De student biedt zelf de scriptie aan en beschrijft deze ook. Ook kan het doorsturen naar de HBO-kennisbank online worden gevolgd. Zo is de zichtbaarheid van de scriptie volledig in eigen hand. Ieder jaar is het voor een hogeschool weer een hele klus om de afstudeeropdrachten van studenten te verzamelen, centraal binnen de hogeschool te beschrijven, op te slaan en de kennis zowel binnen de hogeschool als op het internet te delen. Met de digitale brievenbus kan aanleveren, bewaren en publiceren van scripties op een uniforme en meer efficiënte wijze gebeuren. Hoe de controle op de aangeleverde data gebeurt, bepaalt een instelling zelf bij ontvangst in de eigen repository. Is de digitale brievenbus alleen geschikt voor het inleveren van afstudeeropdrachten? Nu nog wel, dit eerste demonstratiemodel van de digitale brievenbus is alleen geschikt voor afstudeeropdrachten. Als u dat wilt, wordt op korte termijn de functionaliteit uitgebreid om ook publicaties aan te leveren via de digitale brievenbus. Waar vind ik de digitale brievenbus? De link naar de digitale brievenbus kan overal geplaatst worden. Dus, net als de bekende Rode Postbrievenbus, kunt u de digitale brievenbus ook op vele plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld op het intranet van de hogeschool, binnen de elektronische leeromgeving. Op de website van de Mediateek, op lectoren.nl, zelfs op scienceguide.nl en natuurlijk op de HBO Kennisbank zelf. De digitale brievenbus van de HBO Kennisbank is nu nog een demonstratiemodel. Sur Foundation heeft met Avans Hogeschool, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam een demonstratiemodel van de digitale brievenbus ontwikkeld. De digitale brievenbus is met succes aangesloten op twee repositories, ShareKit en NetSchool. De techniek werkt onafhankelijk van de repository software. Het loont om de brievenbus breder in te zetten. De digitale brievenbus kan meer zijn dan een demonstratiemodel. Hoe meer hogescholen meedoen, hoe effectiever de digitale brievenbus kan zijn. Landelijk beheer van de digitale brievenbus is bovendien kosteneffectief voor hogescholen. Er is maar één digitale brievenbus nodig om de scripties van vele studenten door te sluizen naar de diverse repositories. Zoals er ook maar één HBO-kennisbank is die zoveel mogelijk kennisproducten zichtbaar maakt en doorsluist naar sites als Google, lectoren.nl en naar themagerichte websites. Bekijk de eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid van de digitale brievenbus. En raak overtuigd dat ook uw hogeschool aansluit op de digitale brievenbus. Hoe werkt de digitale brievenbus? Het welkomscherm laat zien hoe eenvoudig het is om een scriptie en straks ook publicaties aan te bieden. U ziet hier direct de voorwaarden voor het aanbieden. De tekst van de voorwaarden kan per instelling aangepast worden. Hier wordt toestemming gevraagd voor het opslaan en toegankelijk maken van de publicatie. Ook kunt u hier aangeven of er toestemming is van eventuele andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld een stagebedrijf. Het uploaden van een scriptie kan in elk digitaal formaat. Voor het aanmelden bij de digitale brievenbus wordt gebruik gemaakt van Surf Federatie. Hierdoor zijn bepaalde gegevens van de bij een hogeschool aangesloten auteur al bekend. De gegevens die nodig zijn voor de metadata in de eigen repository worden automatisch ingevuld. Deze hoeft u dus niet opnieuw in te vullen. De digitale brievenbus toont u alle ingevoerde gegevens ter controle. Als er gegevens niet kloppen, kunt u eenvoudig teruggaan naar een eerder scherm om de verbeteringen in te vullen. Tot slot verschijnt een link naar een pagina waar u de voortgang van het aanbiedproces kunt volgen. Wanneer u afsluit, ontvangt u een e-mail met deze link en de tekst. Je afstudeeropdracht of publicatie is in behandeling genomen door de bibliotheek van bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam. Zo eenvoudig kan het zijn. Wanneer is uw hogeschool aangesloten op de digitale brievenbus? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pia Wolters van Surf Foundation. E-mail naar wolters.surf.nl En bellen kan ook naar 030-234-6600. Dank voor uw aandacht en veel succes met de digitale brievenbus.